wat gaan we doen? Bewijzen dat jij Rachel op kunt volgen. Tuurlijk, ze was best goed, maar ik weet zeker dat jij dat ook bent. Weet mam dat haar gordijnen hier hangen? Focus. En nee, weet ze niet. Juist. Je staat op het punt om te worden geconfronteerd met een reeks potentiële scenario's genaamd de WZRD. Wat zou Rachel doen? Uitdaging nummer 1. Strenge liefde. Dit is het geval. Het is ochtend en Ethan vertrekt naar school. Wat zou Rachel doen? Oh. Moet je die Ethan nou eens zien? Nieuwe jas? Hoe vind je hem? Het is niet helemaal mijn smaak. Misschien heb ik het mis. Ik draag hoodies. Wat weet ik nou van mode? Dat was George. Jij bent Rachel. Strenge liefde. Wacht, sorry. Ik zou me omkleden. Ik weet dat je veel leukere... nog een andere jas hebt om aan te trekken. Maar ik voel me goed. Ik voel me hip. De meiden zijn er dol op. Nogmaals, als jij er prettig in voelt. Fout antwoord. Maar ik wil hem gewoon niet kwetsen. Daarom heeft hij Rachel strenge liefde nodig. De keer dat hij dit naar school droeg, gebeurde dit. Nou dat. Dat geldt ook voor mij. Komt goed. Je hebt nog genoeg kans om jezelf te verbeteren. Moeten we echt met elkaar praten door een gordijn? Hoe moet ik anders de zaken onthullen? Goed. Soms moeten we pap en mam dingen vertellen die ze liever niet horen. Vroeger konden we daarvoor bij Rachel terecht. Uitdaging nummer 2. Eerlijk tegen de baas. Dit is de situatie. Mam heeft 3 dagen achter elkaar tonijnpasta gemaakt en trekt op dag 4 een nieuwe uit de vriezer. Wat zou Rachel doen? Hey kinderen. Weten jullie waar ik nou eens trek in heb? Tonijnpasta. Oh, kijk. Ik heb nog meer. Mam, sorry dat ik het zeg, maar... Rachel zegt geen sorry, Rachel. Oh, ik zeg geen sorry, maar we hebben het deze week al een paar keer gegeten. En eerlijk gezegd houdt er niemand echt van. Het is hier geen restaurant. Weet ik, maar het is de vierde... Enig idee hoe moe ik ben? Ik ben een drukke moeder met 7 kinderen. Oh, wacht even aan mij. Ik zet het wel in de oven.